Houd u vast aan het woord dat leven geeft. Dat is het Evangelievers van volgende zondag. Wat is dat woord dan? vraag je je af. En waar vind ik dat woord dat leven geeft? Voor Paulus is dat heel duidelijk. Dat is niet een woord dat je in jezelf moet gaan zoeken of met grote creativiteit kan uitvinden. Nee, het is een woord dat je ontvangt, namelijk in het woord van God in de Schrift. De schrift beluisteren om te voelen hoe God Zijn Woord aan ons schenkt met de bedoeling dat wij er ons aan vasthouden. Paulus spreekt in zijn brief aan de Korintiërs letterlijk over hoe we sedentair en onverplaatsbaar dienen te zijn. Dat doet mij denken aan mijn oude professor Hebreeus, René de Veilder. Hij wilde ons graag uitleggen wat het Hebreeuwse woord amen betekent. Het woord dat we zo vaak gebruiken in onze eredienst en dat dikwijls onachtzaam wordt uitgesproken. Amen is een heel krachtig woord. Letterlijk betekent het ik geloof. Maar daar gaat ongelooflijk veel engagement van uit. En René legde ons uit dat je daar. Best verstaat als een boom die rondtrippelt op zijn wortels. Op zoek naar grond. Grond waarin hij stabiliteit uh, vindt en genoeg voedingsstoffen. En aan het begin heeft die boom nog alle mogelijkheden. Hij kan alle kanten op, maar op een bepaald moment moet hij wel kiezen, anders kan hij niet overleven. Als een mens, zoals een boom is, die zijn wortels op een bepaald moment toevertrouwt aan een concreet stuk grond. Op dat moment zegt die mens: Amen. Ik geloof dat ik hier leven vind. Die krachtige daad, daartoe worden wij met z'n allen voortdurend uitgenodigd. Om het te verwoorden in de liturgie door: Amen te zeggen en dus niet te fluisteren of te mompelen. Maar ook omdat in ons leven waar te maken, om standvastig te zijn in dat geloof. Het beeld van de boom is heel Bijbels. We hoorden twee weken geleden al uit Psalm 1 dat gelukkig zijn verbonden kan worden met een boom die vlak naast de rivier staat. En die makarios is in het Grieks zalig. Hetzelfde beeld horen we ook deze zondag in de antwoordpsalm. Psalm 92, aan het einde daarvan heb je het beeld van de palmbomen die in goede grond staan en die vruchten voortbrengen. Kijk eens rond in de kathedraal. Hier en daar vind je bomen. Het meest geprofileerd zie je de connectie tussen woord van God en uh, bomen en groen in onze preekstoel. En toch wil ik je wijzen op een ander detail. We gaan terug naar het grote glasraam van het Zuidertransept. Helemaal bovenaan vind je de drie eenheid. Jezus zit daar met het kruis. Maar je moet eens goed kijken naar dat kruis. Er is iets merkwaardigs daar. Als jij een kruis zou tekenen, het kruis van Jezus, dat van hout gemaakt is, zou jij dan niet bruin gebruiken, terwijl het hier in het groen is. Een veelbetekenende keuze die je in onze cultuurgeschiedenis vaker ontmoet. Groen voor het kruis van Jezus. Waarom? Omdat de levensboom hier wordt gepresenteerd. De boom van het leven. Die wordt verbonden aan de levengevende daad van Jezus. Wie grond zoekt om amen te zeggen, om zich. Aan toe te vertrouwen en daarin standvastig te zijn, die wordt uitgenodigd om de weg af te leggen met het kruis op zijn schouders en gekruisigd te worden als Jezus zelf. Want het is in de liefde die zichzelf helemaal durft te geven, dat het ware geluk te vinden is. Dat is het woord. Waaraan wij ons willen toevertrouwen.